Want het is zover. De tweede roast in de geschiedenis van dit programma. Slachtoffer, dubbele punt, Umberto Tan. Ik denk dat ik het gewoon het woord moet geven aan de man die het weer gaat doen. Martijn Koning, ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, Gerrit. Luisteraars, u hoeft niet te luisteren. Hè? U kan naar een andere zender, NPO 1 of NPO 3. Wat je wil, maar je mag ook blijven luisteren. Ook het is ook heel leuk. Ja, zijn we er klaar voor? Let's do it. Ik ben er helemaal klaar voor. Fawaka, Humberto, ik ga je baksen, Matty. Meki, lobi, ini, wan, amaka, no, makriki. Seks in een hangmat is niet gemakkelijk. Dat slaat nergens op, maar gelukkig lach je toch altijd om alles. Humberto, ik hou van jouw glimlach. Alles wat jij doet, doe je met een gigantische smile on your face. Alles. Ik vraag me echt af hoe groot die smile is als je klaarkomt. Past die nog op je gezicht? Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag Peter van der Vorst zou roosten, maar die kon helaas niet. Dus fijn dat je in kon vallen. Goed. Ja, want Peter van der Vorst is jouw vaste vervanger bij RTL Late Night. Het zal nog moeilijk worden om je vandaag harder te beledigen dan dat. Goed. Peter van der Vorst is een topgozer. Nuan Mimars Boeler. Maar goed. Humberto Tan Akiam. Meester in de rechten, sportjournalist, presentator, een eigen kledinglijn, fotograaf. Humberto, je bent veelzijdiger dan kip. Jij doet zo ontzettend veel. Er zijn volgens mij een heleboel Surinamers die een hekel aan je hebben, omdat het door jou echt lijkt dat ze allemaal knetterjaarlui zijn. Me sorry, deze grap was misschien een beetje op het randje. Je staat bekend als iemand die zich inzet tegen racisme, wat heel belangrijk is. Helemaal als BN'er, bekende neger. En eigenlijk ben je zelf een racist. En je weet waarom. Je hebt als kijkcijferkanon een bepaalde witte man zo ongeveer rechtstreeks het graf ingeknald. En je houdt vooral van je eigen soort. Ook qua muziek houd je vooral van, ja, hoe zeg ik dit politiek correct, kleurlingen. Al Green, James Brown, Barry White. Allemaal mensen met een kleurtje. En sommige mensen vinden dat jij je niet genoeg inzet tegen racisme. Maar diep in jou zit een strijder. Of laat ik het zo zeggen. Als je maar lang genoeg over jouw glanzende kale bolletje wrijft, komt de geest van Martin Luther King vanzelf tevoorschijn. Terwijl je nog wel heel cool bleef toen Jack Spijkerman in je programma zei dat je niet alleen donker was, maar ook nog dom. Dat je je door Jack Spijkerman in je eigen talkshow laat beledigen. Maar sorry hoor, ben je dan niet gewoon een beetje te goed geïntegreerd, Humberto? Ik weet dat zelfrespect en een tv-carrière niet echt samengaan, maar had je Jack Spijkerman niet gewoon op zijn smoel moeten slaan? Daar was hij zelf ook heel blij mee geweest. Hadden ze tijdens de herconstructie gelijk de rest van zijn gezicht kunnen fixen. Goed, ze noemen jou niet voor niet een bounty. Bruin van buiten, maar wit van binnen. En dat vind ik niet. Ik vind je meer een kokosnoot. Niet zozeer bruin van buiten en wit van binnen, maar meer de vorm van je hoofd. En ik vind je ook eigenlijk meer een Twix. Die heb ik ook nog nooit iemand één kritische vraag horen stellen. Maar ach, Humberto, je bent een dansend succes. Wie houdt je nog tegen? Naast een succesvolle talkshow heb je ook nog een succesvolle kledinglijn, een succesvolle schoenenlijn, een succesvolle zonnebrillenlijn. En nadat je bij Max Verstappen in de auto vol in je broek scheet, kwam je waarschijnlijk op het idee voor een succesvolle onderbroekenlijn. Eigenlijk is de enige lijn die niet zo succesvol is, je haarlijn. Zolang ik me kan herinneren, ben je op tv en ben je al kaal. En dan te bedenken dat je ooit begon bij de AVRO, hè? Je hebt zo'n kaal en glanzend hoofd, als je een kooltrui aan zou doen, lijk je op een deo-stick. Dat maakt niets uit, want jij bent zeer gewild bij de vrouwtjes. Waarschijnlijk omdat ze in de weerspiegeling van je schedel kunnen zien of je make-up of de make-up goed zit van ze. En de vrouwtjes willen jou, hoor. Zoals Salt en Peppa zouden zeggen, what a tan, what a tan, what a mighty good tan. Als best geklede man. Best geklede Nederlandse man. Dat is toch een beetje hetzelfde als de minst kwijlende mogol. Maar goed. Alles wat je doet is succesvol. Nou, trouwens, niet al je tv-programma's waren een succes. Mijn man kan niet dansen was geen succes. Maar nu heb je het juiste pad ingeslagen bij RTL Late Night. Of, zoals je vrouw het noemt, mijn man kan niet interviewen. Er wordt vaak gezegd dat je interviews diepgang missen. Dat je nooit doorvraagt. Dat je nooit die derde, vierde vraag stelt. Nou, ik stel die vragen als kijker wel. Wat is dit? Waarom kijk ik dit? Hoe lang duurt dit nog? Waar is de afstandsbediening? Maar goed, het is heel belangrijk dat je er bent met je talkshow. In deze tijden van politieke onrust, ISIS, klimaatveranderingen, is het gewoon heel belangrijk om te weten wat de hond van Roy Donders het liefst eet. En je bent ook veel te aardig, zeggen ze. Maar ik las dat je door je drukke schema niet vaak thuis bent. En zo was je er niet bij toen je dochter zakte voor haar eindexamen. En dat vond zij echt niet leuk.
Ik wou dat mijn vader er niet bij was geweest toen ik zakte voor mijn eindexamen. Dan had ik nu geen scheve kaak gehad en een spleetje tussen mijn tanden. Kijk, je vindt het geen leuke kritiek, maar lieve Humberto, als je dochter het erg vindt dat je er niet bij was toen ze zakte voor haar eindexamen, dan ben je inderdaad te aardig, Humberto. Je hebt gezegd, het vaderschap is voor jou het mooiste en allerbelangrijkste wat er is. Ik heb nog nooit zo mooi verwoord zien worden dat je heel erg van neuken houdt. En ik ben groot fan van je en zolang ik tv kijk ben jij er te bewonderen. Ik vond je vroeger ook heel plezierig als presentator van het NOS-journaal. Want hoe slecht het nieuws ook was, tussendoor dacht ik, nou, gelukkig nog één negertje met wie het allemaal goed is gekomen. En moet je nu kijken, je host zelfs voor de tweede keer een gigantisch dance-event in Ziggo Dome. En daar dans je precies alleen zoals jij dat kan. Zakken, 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 zakken vullen en weer weg. Je hebt het helemaal gemaakt, Humberto. Je bent als je grote idool Luther Vandross. Van achtergrondzanger opgewerkt naar leadzanger. Eindelijk kan je helemaal losgaan. Humberto Unchained. Samen met je superladies. De belangrijke levenslessen van je moeder hebben je niet fucking succesvol gemaakt, maar motherfucking succesvol. Je moet in het leven niet wachten tot de storm voorbij is, maar leren om te dansen in de regen. Je bent van uitzonderlijke klasse als presentator, ondernemer, vader, echtgenoot en vooral als mens. Grani pe grani muso de. Ere wie ere toekomt. Yeah. En daar had je hem. De roast van Humberto. NPO Radio 2.